Dag, ik zou me graag aan jullie willen voorstellen. Ik ben Fauzia Nasrullah en ik ben vanaf 1 oktober ben ik lid van het college van bestuur van onze mooie stichting. Hiervoor was ik bestuurder in de zorg en wel de specialistische jeugdzorg van UK. Ik ben ooit eens begonnen als jeugdarts en wat heel erg bij mij past is dat ik altijd heel erg maatschappelijk betrokken ben. Ik hou van werken met mensen en ik zie altijd hoe dingen beter en anders kunnen. Dus wat gebeurt er dan? Dan word je leidinggevende in de zorg. Dus ik heb allerlei dingen gedaan als leidinggevende in de publieke gezondheidszorg, in de kinder- en jeugdpsychiatrie, nou, in de specialistische jeugdzorg en nu naar het onderwijs. Mijn persoonlijke drijfveer is echt een bijdrage leveren aan sterke jeugd, aan een sterke jeugd en ervoor te zorgen dat kinderen en jeugdigen zich kunnen ontwikkelen, liefdevol in een veilige omgeving en dat het mensen kunnen worden die meetellen en meedoen in de samenleving. Nou, daarom mijn overstap naar het onderwijs. Ik denk dat ik daar het verschil kan maken met mijn kennis en hoe ik erin sta. Nou, mijn eerste ervaring met mijn werk is dat ik denk dat ik een hele mooie baan heb. De stichting is heel erg in ontwikkeling, in beweging, er gebeurt van alles. En met name het hebben van primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs maakt dat er heel veel kansen liggen voor kinderen. Nou, ik hoop echt het verschil te gaan maken samen met mijn collega in het bestuur en met jullie. Voor kinderen, voor mensen die hier werken, docenten, maar ook mensen die in andere functies zitten. Maar ook voor de scholen, zodat je ook merkt wat is nou de meerwaarde voor mij als school om in die stichtingen te zitten. En uiteindelijk voor de samenleving. Ik heb er heel erg veel zin in. En ik hoop jullie ook te ontmoeten.